Hello viewers and welcome back to this new video. Today I show you how to drive an Amandine. Yes, I cannot speak that so well, but you see it in this title. So let's begin. I have my Let's do this again. So. So that's bad. Let's do that again with the tentacles. It's so difficult. Make the shell a little smaller. No, that's not good. So it is not better. Now I'm gonna speak Dutch. Dus hallo kijkers, zoals ik al had gezegd, ga ik een Amandine tekenen. Ja, ik heb eerst een beetje Engels voor de Engelse kijkers gedaan. Maar nu doe ik het in het Nederlands voor jullie. Want dat jullie het ook kunnen verstaan. Dus we beginnen met de schelp, hier zo, zoals je al had gezien. En we tekenen voorzichtig wat tentakels. We beginnen met een lijntje, omdat dat makkelijk is om mooie vormen te maken. En gaan voorzichtig terug. En nu dunner. Als de tentakels redelijk te dik zijn, doe ik het beter opnieuw, want dat past dan niet goed. Het zou dezelfde dikte ongeveer moeten hebben. Zo, dat is veel beter. Dat is wel eigenlijk wel mijn eerste video, dus ik zou zeggen subscribe en like. Het zou leuk zijn. Nu ga ik de ogen tekenen. Now I let's try the eyes. Wel alsof er in het Engels. Wel een beetje klaar. En als je zo'n beetje meer tekent, is dat wel cool. Ik zal dat nu even doen, maar ik ga dat niet heel tijd opnieuw doen. Dus je zult het al zien. Direct zien met een magische klap.
Zo, ik heb er wat meer getekend en dat is al veel leuker. Wil je nu zien hoe ik een X-Predator teken? Like deze video massaal zeker, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Doei! Wacht, hoe zwaai je in de camera? Doei! Ja, zoiets. Ja. Like en subscribe. Doei!